En dan schrikt ze wakker van moeders laatste zoen, die ze haar nog geven kon op een Pools perron. En dan schrikt ze wakker en hoort ze zelf... Vriendje van dit lo- die even... Vrijdags was de oorlog uitgebroken. Voor bonnen, voor onderduikers. Dan heb je boven voor Joden. Ze zijn terug. Mijn onderduik. Periode. Klaas Kooijer. Hetzelfde vlag, hetzelfde lied. Ze zijn terug en niet teruggefloten. Dezelfde steen en toch nog weer gestoten. Dezelfde steen. Ja, wel belangrijke gebeurtenissen. Kijk, het is natuurlijk het verzet in Nijveen, als je daar natuurlijk even op mee begint. Dat is natuurlijk maar langzaam gegroeid. In 1940, toen die Duitsers hier binnenkwamen, was het natuurlijk op zichzelf wel een belangrijke gebeurtenis als je zo praat. Want dat hadden ze natuurlijk nog nooit gezien. Mensen kwamen hier, waar kwam er plotseling een man op een motorfiets door binnen tuffen en dat was dan in een uniform. Het zal een grote Harley Davidson geweest zijn. En dan komen er al die rijtuigen achteraan. En die mensen moesten hier allemaal ingekwartierd worden. Met die boeren. Die moesten daar slapen. Ja, er een plotseling van het vreemde volk over de vloer. Dus dat was op zichzelf al een hele aparte gebeurtenis. Alleen, ja, het leger dat trok verder. Dus ze hebben daar natuurlijk niet zoveel weet van gehad. En ja, dan heb je dus die eerste oorlogsjaren. Ja, dan gebeurt er niet zoveel. Er is oorlog, maar ze merken er hier niet veel van. Hey, Meppel, in het begin van de eerste paar dagen zijn er wat bruggen opgeblazen. En dat kon je horen in de verte. Maar verder is er hier in Nijveen natuurlijk niet zoveel gebeurd. Alleen, zo in de loop van de jaren kwamen er natuurlijk allerlei verordeningen van de bezetter. Die in het begin niet zoveel voorstelde. Om een voorbeeldje te noemen, dat werd bijvoorbeeld voor Joden werd het verboden om met de luchtbescherming te werken. Nou, er zaten er aanwonden hier niet zoveel Joden, ik geloof één gezin. Maar goed, dat mocht niet meer en dat maar niet. Maar dat ging natuurlijk steeds verder. Een aantal maanden later. Mochten die Joden weer ergens anders niet inzitten. En dat zo van lieverlee werd dat een beetje die duimschroeven wat aangedraaid. En dit mocht niet meer en dat mocht niet meer. En dus ik kan zeggen zo in 1942, toen die oorlog al een paar jaar aan de gang was, begonnen de mensen daar behoorlijk de banen van te krijgen. He, als je een vergadering wilde beleggen, dan moest je dat aanvragen bij de bezetter. He, als je moest alles moest je vragen. Nou, dat gaat knellen. En er gingen natuurlijk steeds gekkere dingen gebeuren. Mensen moesten lid worden van een cultuurkamer. Als je bijvoorbeeld een toneelspeler was of weet ik veel wat. Dan mocht je wel optreden, maar dan moest je wel mooi tekenen dat je een vriendje van Hitler was. En als je dat niet deed, ja, dan mocht je niet. Dan krijg je natuurlijk al een probleem. Want de ene die denkt, ja, allemaal nooit niet. Dat doe ik niet, maar dan had je geen brood. Dan kon je werk niet meer doen. Maar die was dan principieel. En een ander dacht, ja hoor eens, ik word onder dwang, moet ik dat doen? En dan doe ik dan maar, anders kan ik niet meer werken. Maar die hechtte dus geen waarde aan zijn handtekening, maar die deed het wel. Nou, dat waren natuurlijk allemaal van die fricties, hè? Dat werd steeds beroemder. Nou, en dan zie je ook dat verzet groeien in het land. En ook hier in Nijveen, vooral op een gegeven moment, die wilden zich niet meer alles laten gezeggen. Dus dan krijg je dat ze, ja, op een gegeven moment stiekempjes weg, een groepje vormen die dan zeggen, joh, wat kunnen we eigenlijk doen om die bezetter dwars te zitten. Dat gebeurde verder in het land natuurlijk ook, wel al in 1941 zijn er in het westen van het land al mensen van een verzetsgroep gefusieerd. Dus dat gaf ook een zekere spanning, gaf een kick. Mensen ze zagen het eigenlijk dan een beetje als een lolle. Maar goed, in de loop der tijd werd dat natuurlijk toch steeds serieuzer. En dat gebeurde hier in Nijveen ook. En om even bij die vraag te blijven van welke gebeurtenissen vonden er nou eigenlijk plaats met betrekking tot het verzet. Eigenlijk het eerste daad die ze hebben verricht, dat is dus een melkstaking geweest. Er was een
op een gegeven moment gingen mensen in verzet tegen de bezetter. En er was hier dus inmiddels nog één zuivelfabriek, die in Kolderveen, want hier stond er ook één in de Dorpsstraat, in de Aanlandse Nieuweweg. Maar die was al gesloten door de bezetter, want die vond twee melkfabrieken onzin. Maar goed, die ene die was nog over, open, en een paar mensen hebben daar dus een sabotagedaad gepleegd. En dat waren dus jongens die dus in dat verzet zaten. Die hebben daar die centrifuge, waar die boter mee, of die room losgemaakt werd van de melk. Die hebben ze eruit gesloopt en die hebben ze in de sloot gemieterd. En de melk weg laten lopen, dat soort dingen. En ik geloof dat in 1943 was. Nou, dat is zo slecht bekomen, maar die bezetter die was furieus. Dat er zijn heel veel naaiveners geweest, die hebben toen het pak op een beroep van hun leven gehad. Want die werden allemaal opgepakt, die werkten op die zuivelfabriek, dat was de enige industrie. Die werkten op die zuivelfabriek en die werden verhoord. Nou ja goed, ze hielden hun kaken wel op elkaar. Maar er waren erbij, die hebben een behoorlijke persoonsmieter gekregen daar. Dus dat is er goed bij gebleven. Maar het verzet was geboren. En er was natuurlijk ook vraag, want ja, die jongens die wisten ook niet precies wat ze moesten doen. En die waren dat niet gewend, waren gewoon boerenjongens. Er waren er wel een paar bij die wel wat leiderscapaciteit hadden, maar echt een professional hadden ze er niet bij. Toen is er op een gegeven moment is er een marechaussee uit Friesland gekomen, en Van der Veen. En die heeft de leiding genomen van het verzet. Ja, dat was een marechaussee, die kende de klappen van de zweep in het leger. Maar wat ze het meeste hebben gedaan hier in Nijveen, dat was natuurlijk niet echt gewelddaden plegen, want er viel niet zoveel te doen. Het was meer zorgen voor bonnen, voor onderduikers. Die jongelui die moesten naar Duitsland om te gaan werken voor de bezetter. Ja, dan kon je ook twee dingen doen. Dan kon je zeggen, nou ja, ik ga maar. En er waren anderen die zeiden, ja, allemaal nooit niet. Maar ja, als je niet ging, dan kreeg je niet te eten. Want alles was op de bon. En je kon dus alleen maar tegen inlevering van een bon, kon je eten krijgen. Dus je kreeg, per week kreeg je een velletje. Goed voor, ik zal maar zeggen, twee broden of een plak, een ons kaas of een pakje boter. Dus dat kon je alleen maar kopen als je die bonnen inleverde. Dat was een heel geraffineerd systeem, maar die bezetter die had dat zo gemaakt dat iedereen had een ouswijs, een persoonsbewijs. En dat moest je tonen en aan de hand van het persoonsbewijs kreeg je die bonnen. Dus iemand die onderdook, die kon natuurlijk nooit aan die bonnen komen. Geen kijk ook, maar die moest wel eten. Nou, en dat werd dus een taak voor het... Een van de taken van het verzet, om te zorgen dat die mensen bonnen kregen. En hoe moest je dat dan weer doen? Ja, of overvallen plegen op gemeentehuizen, waar die bonnen vaak in voorraad waren. Nou goed, dat was dus het werk van een van de dingen van het verzet. Er zijn ook veel koeriers, die vrouwen die dus met, je kent die verhalen waarschijnlijk wel, die op de fiets het halve land door moesten fietsen met stiekem wat bonnen in een BH of in de fiets thuis of weet ik wel wat. En er zijn er hier dus al in Nijveen een aantal van geweest, van die koeriers als hè. Griet van Dijk bijvoorbeeld. Nou, maar goed, echte verzetsdaden in de zin van geweld is hier niet veel gebeurd. Maar goed, er werden natuurlijk zinnige dingen gedaan. En er waren ook wel in een later stadium, in 1944 of zo, waren er van die wapendroppingen. Dan werden de wapens afgegooid door de geallieerden met vliegtuigen. Dat moest natuurlijk geregeld worden. Daar werden codes voor afgesproken via de radio. Sommigen hadden nog illegaal een radiootje onder de vloer en dan was het Radio Oranje en dan hoorde je van Tante Griet komt morgen om 5 uur koffie drinken. Nou, als je dan zo'n zin hoorde, dat was dan een code, die was dan voor jou bedoeld. Dan kwam die avond bijvoorbeeld een vliegtuig daar en daar om die lading af te werken. En dan moest je dus in het land zitten met lantaarnetjes en dan moest je zijn. En als je geluk had, dan werd dat spulletje afgeworpen. En als je nog meer geluk had, dan had jij het eerder dan die Duitsers. En dan moest je nog zien dat je het weg kreeg. Maar dat werk werd veel gedaan door de verzetsgroep in Meppel en in Steenwijk ook. En ik weet eigenlijk niet of daar wel mensen vanuit Nijveen aan meegedaan hebben. Misschien Klaas Kooiker. En die had ook zo'n beetje, die zat toen bovenaan in het verzet. Die had toen nogal later nogal wat meegemaakt. En
Maar daar ben ik nooit helemaal precies achter gekomen van die wagendropping. Wel dat het eens een keer mislukt is, dat ze het zouden gaan doen. En ja, toen kwam het vliegtuig niet, of weet ik, het was te vroeg geloof ik. En toen waren de jongens er nog niet, of net andersom. Dat ze te laat waren en dat de jongens zijn weggegaan, ik weet het niet. Maar in ieder geval, dat is niet goed gegaan. En ja, nou ja, toen het tragische geval van de ontploffing. Dat die hele verzetsgroep bij elkaar was op het moment dat die Duitsers de vlucht namen. Die gingen dus in, dat was op 9 april. Toen gingen die Duitsers dus richting Friesland. Dus die gingen hier langs de Oosting. A32 was er nog niet. En gingen ze richting Friesland. En de jongens hadden zo'n haast om weg te komen. Die flikkerden alles uit die auto's vandaan. Wat te zwaar was, dat werd allemaal langs de kant van de weg gegooid. En er zat natuurlijk ook wel munitie tussen. En dat werd dus door die verzetsgroep, die hadden opdracht gekregen van hun commandant om dat spul te vergaren. En dat ging naar het huisje van Bovenhof op de Dorpstraat 44. In het huis van Bovenhof en ik heb later nog met Willem Bouwknecht gesproken, die is inmiddels alweer overleden, maar die was daar ook bij. En die zei toen tegen mij, ja, hij zegt, ik kwam daar ook, die jongens die waren daar al binnen en hij kwam daarbij. Hij zegt, ik sta in de deur en hij hoorde nog eentje zeggen, maar god, het lijkt wel of er olie in zit, was een gastje, het klotste, het lijkt wel of er olie in zit. En ze hebben het, ja, opengetrokken of gedaan en toen is het boel aan elkaar gebarst. Nou, het hele huis met de Filistijnen en de jongens ook. Die Bouwknecht die heeft het overleefd. En die is het dan, had wel hele slechte ogen. Daarna was ze gewond geraakt aan zijn ogen. Maar die kon het navertellen. Maar ja, het was natuurlijk heel tragisch, want het was een paar dagen voor de bevrijding. Dus dat is heel slecht afgelopen eigenlijk met die verzetsgroep. Dat was vrijdags was de oorlog uitgebroken en dat was op zaterdag. En toen hadden wij al de naïeve gedachte dat het Engelsen waren, maar aan de talen hoorden we al snel dat het wel Duitsers waren. Dat was de eerste ontgoocheling die we hadden dus. Maar de eerste paar jaar, vooral het eerste jaar, merk je hier eigenlijk op het platteland, merk je er niet zoveel van. Maar dat veranderde voor mij eigenlijk al vrij snel in 1942. Ik was bij de eerste lichting van de Nederlandse arbeidsdienst. En de Nederlandse arbeidsdienst was een opvoedingsinstituut van het Nationaal Socialisme. Dus daar begon mijn onderduikperiode. Dus dat was al vrij snel. Dat was in 1942, was ik 17 jaar. Dus wat dat betreft kwam het bij mij wel nader, ja. Ja. De keuring van 19 oktober, geloof ik, 17 oktober, zoiets. Daar was ik niet naartoe gegaan en toen kwam misschien een week later of zo wat, of een dag of wat later in elk geval, kwam hier de politieagent van Nijef heen, dat was toen Vogel, die later omgekomen is. En die kwam mij vertellen dat hij een arrestatiebevel had en dat hij de volgende dag mij moest komen ophalen. Okay, dat was natuurlijk al... Dus toen zei hij, zorg dus dat je er morgen niet bent. En toen zei ik, heel naïef, van ja, maar hoe kom ik nu nog in Engeland? Hij zei, je hoeft niet meer naar Engeland, er zijn in ons land al 3000 onderduikers. Nou, daar hadden we daar nog nooit van gehoord. Onderduiken, dat was een woord, nou ja, dat kwam toen op ons af. Maar ik was wel de eerste hier op Nijveen, ja. En
Nou ja, goed, dan, ik kwam bij een, na wat omzwerven, kwam ik bij, op een boerderij bij de lichtmis en daar heb ik 9 maanden gezeten. En toen werd ik bij een razzia van de sigaretendienst werd ik opgepikt. Daar heb ik de eerste, of het ook wel, de klapper van mijn leven gehad, die dag. En, ja, toen veranderde alles natuurlijk, alhoewel ik er heel goed afgekomen ben, want het was toen een heel grote razzia's, echt hele auto's vol werden afgevoerd vanaf Staphorst en Roveen met onderduikers en er zijn er heel veel van, die gingen via Kamp Ommen gingen ze toen naar, naar Duitsland voor, ja, dat was in die tijd, Hamburg, Bremen, die werden toen zwaar gebombardeerd en dat was bekend dat op dat moment, in die tijd gingen er heel veel mensen, werden afgevoerd daar naartoe, bijruimen en zo wat. Maar omdat ik ondergedoken was voor de arbeidsdienst, niet voor de arbeidsinzet, werd ik bij het verhoor op zondagmorgen in de, toen waren we in de gebouw van de HBS in Assen. En bij dat verhoor, toen belde die Duitser, was commandant, weet ik het wat het was, maar die belde op een gegeven moment de Hollandse politie. En, terwijl de, voor mij was het steeds Ommen, Ommen, heel kort allemaal. En hij belde voor mij dus de Hollandse politie en die haalde mij op. Die deed mij de boeien aan en toen zegt die Duitser, die zegt, oh, loop niet weg. Maar ja, ik dacht wel bij mezelf, zo gauw ik de kans kreeg, dan ben ik wel weg. En toen heb ik daar 3 dagen in de cel gezeten in Assen. Nou, dat vond ik verschrikkelijk. Toen dacht ik wel bij mezelf, laat ze me naar de kamp sturen. Maar na 3 dagen werd ik opgehaald door een werkmeester van de arbeidsdienst uit Limburg. Uit Arsen. Dus toen heb ik nog een paar maanden in de arbeidsdienst gezeten. Dus ja, wat dat betreft heb ik dus wel wat van de oorlog meegemaakt. I hope someday you'll join us and the world will live as one.